Laurens Vermeijl is een 22-jarige pocketmiddenvelder van Lommel SK. Ondanks zijn wat klein uitgevallen gestalte is hij wekelijks een geesel voor vijandige verdedigers. Wij trokken naar Peer City voor een kennismaking met de man die Lommel zo snel mogelijk naar de redding wil trappen. Dag Laurens. Hey Dave. Vermeijl, in Peer City, jong. Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen? Ja. Ja, hebben ze hier goede cafés, is de vraag dan? Daarachter. En dorst? Ja, toch wel een beetje. Okay, dan gaan we eens babbelen over voetbal en andere dingen. Kom. Laurens, je bent voetballer van Lommel SK. Je zat daar vroeger al, maar ging dan naar Racing Genk. Waarom niet gebleven bij Genk? Vooral omdat de concurrentie te groot was met Leandro Trossard en Pozzuolo. En toen toch maar teruggekozen voor een stap terug te zetten dan. En ja, dan is Lommel op de proppen gekomen en voor Lommel gekozen. En goed bevallen? Zeker weten. Ja. Ja. Voor eeuwig en altijd? Dat weet ik nog niet, maar voor nu toch nog wel, ja. Je noemde net Leandro Trossard. Is dat voor jou een voorbeeld qua carrière? Ik denk dat onze speelstijl op veel vlakken toch wel overeenkomt. En dat zijn ook wel stappen die ik heel graag zou zetten. Wat heb jij nog niet dat hij misschien al wel heeft? Misschien iets meer maturiteit en kracht dat hij nog wat, dat hij meer heeft dan mij. Spierballen? Ja, spierballen. Laurens, het voetbal mag je dromen. Hè? Jouw broer Marnik belandde bij Man U. Ben je daar vaak geweest? Een paar keer toch wel, ja. Eén keer een rondleiding gehad waar ik mensen zoals Giggs en Van der Sar ben tegengekomen. Handtekening? Wat toch wel een ervaring was. Ja, een fotoke. Geen handtekening. Nee, nee. Had jouw broer geen goed woord kunnen doen voor jou? Er is wel heel even interesse geweest, ja, van mij nu. Dat ik 2 weken zou mogen meetrainen daar. En zijn ze ook een paar keer komen kijken in Lommel toen. Maar jij weigert dat dan? Nee, ik had net getekend in Genk en toen kon ik niet meer gaan. Mogen ze nu nog bellen? Van mij mogen ze nog bellen, ja. Beetje spijt toch, hè? Ja, een klein beetje wel. Dus jouw broer had bijna een transfer voor jou geregeld? Nee, andersom. Warren Joyce kwam bij Marnik aan. Die van Antwerpen vroeger? Ja. Korte broek? Ja, korte broek, man. En die zei tegen Marnik van, je hebt toch thuis ook nog een broertje rondlopen die ook voetbalt. Die had jij ontdekt? Ja, en ja, ontdekt weet ik niet precies, maar zo kwam er toch mee af bij Marnik. Ongelooflijk, hè? De volgende stop is, waar gaan we nu naartoe? De winkel waar als mama werkt. Iets verderop, een lingeriewinkel. Lingerie? Ja. Kom je er vaak? Ik kom er niet vaak, nee, maar... Je hebt toch een vriendin? Ik heb een vriendin, ja. Maar dat koop je niet daar? Nee. Wat een luxe, moeder die een lingeriewinkel heeft. Ja, voilà. Dag mama Vermeijl. Goedemiddag. Vierde mama? Denk het wel, hè. Wie is nu de beste voetballer van de familie? Ik. Kort maar bot. Dat is een goed antwoord. Even, ik heb ook gevoetbald. Ook gevoetbald? Ja. Bij wie? Ja, tweede nationaal van Helichtrot in de tijd. Amai. Voetbal van meneer. Dus je hebt het van je moeder? Denk het wel. Zeg, jullie hebben 3 op 5 10 met Lommel. Hoeveel had dat moeten zijn? Ja, ik denk als je Roeselare en Union erbij telt. Roeselare penalty moeten krijgen eigenlijk. En Union ook. Die gele kaart van Peridici die hij niet krijgt en dan afkeurtoelpunt dat eigenlijk ook wel een goal was. Denk dat je toch 4 punten meer moet hebben, op zijn minst. En dan zit je al een stuk hoger te spelen in de rangschikking. Daan vraagt natuurlijk, Laurens, gaan jullie het redden? Ja. Sowieso? Ja, dat moet. 100%? Ja. En wie wordt de kampioen? Ik denk dat Leuven er heel dichtbij gaat zijn dit jaar. Tegen wie de finale? Ik denk... Oftewel Union, oftewel Beerschot. Oeh, jullie niet? Ja, dat kan ook nog, maar we mikken op 2 of 2.